Welkom bij de tweede sessie van de webinar van de Summer School of Advertising. Een initiatief van IMB Nederland, MBG, Upgrade en de VEA, waarin ze iedere week gedurende 8 weken in de zomerperiode verschillende digitale thema's aan bod zullen laten komen. En dat educatie heel erg belangrijk is, dat zegt iedere branchevereniging inderdaad al een aantal jaren. Wat bijzonder maakt is dat ze dit keer de handen in elkaar geslagen hebben, omdat ze daarmee en veel meer content kunnen brengen en ook de doelgroep beter bereiken. En het is ook wel een logisch gevolg, want je ziet dat digitaal tegenwoordig overal doorheen beweegt en daarmee inderdaad heel veel synergie oplevert. De tweede spreker van vandaag, of de tweede spreker in deze hele serie, is Arno Peperkorn, voor ons een onwijs bekende in het vak. Ik denk dat je al 15 jaar meedraait. Je gaat je zo meteen zelf ook introduceren. Arno is directeur van Result Recruitment. En Arno gaat het vandaag hebben over een soort overview. Wat gebeurt er nou in digitaal? Waar verschilt dat mee online? En je gaat ons inderdaad eigenlijk door het hele landschap nemen. Niet specifiek op details, maar wel heel erg wanneer gebruik ik nu welk medium? En wat zijn de grote verschillen tussen de twee? Arno. Vanaf hier is het echt aan jou. Ja. Af en toe ga ik je onderbreken met een vraag. Leuk. Nou, ik heb er zin in. Super. Even voor de mensen thuis of op kantoor of waar je dan ook mag zitten. De microfoon staat hier en de laptop staat daar. Dus af en toe moet ik heel even kijken naar de slide die ik aan het doen ben. Dat je niet denkt van hij zit een tenniswedstrijd te volgen, maar ik moet gewoon mijn slides kunnen volgen. En de muis staat in het midden, dus dan mocht je een beetje onrust zien. Nou, dit zijn wij. Prachtig, hè? Heel gezellig. Dat, voor we beginnen, sla ze op, vragen. Ik begrijp dat Nathalie gaat zorgen dat de vragen bij mij terechtkomen. Dus daar gaan we op gezette tijden bij stilstaan. Dus laat me beginnen. Digital marketing, digital media, online media. Er zijn inmiddels ontzettend veel termen voor. Internetmedia, toen ik begon. Nathalie zei net dat ik 15 jaar meeloop. Maar ik ben stiekem begonnen in 1999. Dus dat is voor de snelle rekenaar al een jaartje of 21. Ik wil je graag jong houden. Ja, nee, ik voel me ook ontzettend jong. Echt, dank je. Het is niet ingewikkeld. Het is wel anders. En ik heb in de afgelopen 20 jaar gemerkt dat mensen het wel heel erg ingewikkeld kunnen maken. En dat heeft ook te maken met de termen die mensen gebruiken. De termen die we in ons vakgebied gebruiken. Het Engels wat we in ons vakgebied gebruiken. Dus de allereerste tip die ik iedereen wil geven. Vertaal de termen die je tegenkomt in online media marketing vanuit het Engels naar zo makkelijk mogelijk Nederlands. En dan weet je precies wat het is. Heeft mij altijd geholpen. Eén ding wat in online media centraal staat en wat het zeker verschillend maakt ten opzichte van offline media, is de ad server. Nou, laten we maar beginnen met het vertalen van het woord ad server. Dat is de advertentie-uitserveerder. Dus dat is de machine die ervoor zorgt dat het plaatje waar mensen op kunnen klikken van A naar B gaat. En van A naar B betekent dat je thuis een computertje hebt staan en daar komt een internetpagina op. En de ad server zorgt ervoor dat de advertentie op die internetpagina komt. In de camera moet ik kijken. Ja, moet ik in de camera kijken? Ik ga gewoon op zo zitten. Zo gezellig. Helemaal goed. Het is 1,5 meter. Het lijkt optisch bedrog, maar we zitten echt 1,5 meter. Wat is daar nou belangrijk aan om dat te weten? Want dat is in de geschiedenis van online advertising echt wel essentieel. Er zit wat tijd tussen dat een internetpagina geladen is en dat een plaatje op je scherm verschijnt. Nou, ik ga jullie vandaag meenemen, eerst door mezelf, gewoon omdat ik egocentrisch ben. Nee, ik wil jullie graag vertellen wat ik heb gedaan en wat het relevant maakt voor wat ik vandaag hier neerzet. Ik ben een heilig gelover in dat je pas kan begrijpen wat er in het heden leeft als je het verleden snapt. Als je het verleden niet begrijpt, dan kun je niet begrijpen waar we nu zijn. En dan kan je helemaal niet begrijpen waar we naartoe gaan als vakgebied. Dan gaan we stoppen bij het heden. We gaan kijken naar de rol van merken in de keten, de rol van reclame, media, publishers. En eigenlijk het meest centrale stuk van alles, de mens. We raken wat trends aan en dan duiken we de toekomst in. En ik kan allerminst de toekomst voorspellen. Als ik dat kon, dan was ik echt schat hemeltje rijk. En dat was ik ook. Maar de afgelopen 3 maanden is alles verdampt. Kan ik ook niks aan doen.
Dit ben ik. Nou, links mijn twee prachtige kindjes. Die linker die slaapt rechter, die slaapt lekker. De rechter die heeft ervoor gezorgd dat ik vannacht precies 1 uur heb geslapen. Dus bedankt nog, Vince. Tegenwoordig ben ik directeur van de Result Recruitment Groep. Ik zit in de Raad van Advies van Rauw. Jonge club mensen die zich met creativiteit bezighoudt. En ik ben medeoprichter van Include Now. En dit is mijn carrièreachtergrond. En daar wil ik wel even bij stilstaan, want dat maakt alles relevant. Ik ben begonnen bij Webber. En Webber was een tijdschrift. En daar verkocht ik advertenties. Ik vertelde natuurlijk tegen alle mensen die het wilden horen in de cafés waar ik kwam, dat ik mede bepalend was in de marketingcampagne. Maar ik belde gewoon merken en mediabureaus om pagina's te verkopen. En bij Webber verkocht ik ook mijn allereerste banner. En een banner is een plaatje op het internet, daar kun je op klikken en dan ga je naar de pagina van een merk toe. Alleen was er niemand binnen Webber die wist wat een banner was. Behalve Maurice. En Maurice was onze ICT'er. Je kent hem wel, in 1999. Hij had als eerste een Nokia met een clip aan zijn riem die daar hing. En Maurice die leefde van het volgende advies. Als hij het niet meer doet, zet je hem even aan en uit en dan doet hij het weer. En dat was zo'n beetje zijn vak. Maar Maurice wist ook wat een banner was. Wij verkochten die banner aan een bureau, dat heette Digital Pepper. En dat bureau boekte een campagne voor CMG. En I shit you not, wij hadden geen enkel idee hoe groot zo'n ding moest zijn. Dus de aanleverspecificaties hebben we een beetje verzonnen. We hebben nog met een geodriehoek zitten meten hoe groot dat ongeveer moest zijn op je scherm. Dat was het begin. Toen ben ik naar Lycos gegaan. Lycos was een zoekmachine. Wat kenmerkend was aan Lycos, is dat we bij Lycos, en eigenlijk deden alle zoekpartijen dat toen, weigerden zoekresultaten te manipuleren of commercieel voorrang te geven. Het internet moest op dat moment zo onafhankelijk mogelijk zijn. Dus de adviezen die de zoekmachine gaf, werden op geen enkele wijze commercieel verkocht. We hadden 30 mensen zitten die allerlei webpagina's aan het analyseren waren op relevantie van de zoekterm. Toen ging ik naar Outdoor Places en Centercom, helemaal offline, vlakken verkopen langs snelwegen en in winkelcentra. Leuk vak, niet helemaal mijn vak. Toen mocht ik naar Play Media en nu heet dat, meen ik, MMD. Buitenreclame, maar toen was het een soort van binnen-buitenreclame. Wij verkochten alle media in, op en rond vliegtuigen. We bestikkerden hele vliegtuigrompen. We hangden die doekjes over de stoelen. Werden uitingen opgedrukt. Allemaal onder het mom van, je kan toch nergens heen. Dus je moet die reclame-uitingen wel zien. Nou, dat heb ik 4 jaar gedaan en heel veel mogen leren. En toen mocht ik naar Adlink toe. En Adlink was een sales house. Een sales house moet je zien als een partij die voor een groep websites, een groep uitgevers, alle digitale advertising verkoopt. En dat deden wij ook. En naast ons had je toen de tijd WebAds bijvoorbeeld. En later werd Semilo dat. En volgens mij zijn ze nu allemaal, met uitzondering van WebAds, ter ziele. 4 jaar prachtige dingen mogen doen, digitale campagnes bedacht, opgezet en verkocht. En dat was ook de tijd dat de banner volwassen werd. We werden een vak. Na Adlink mocht ik dat nog een keertje doen bij Ilse Media. Ilse Media werd Sanoma en we werden 1. En die beweging is wel relevant, want het feit dat Ilse Media en Sanoma alles ineens schoven, was een beweging die toen aan het gebeuren was en die ook niet meer stopbaar is geweest. Het on- en offline gescheiden houden werd toen echt 1. En het werd 1 vak. Toen mocht ik Exponential opzetten. En Exponential verkocht video advertising op engagement. Ook zo'n term. Dat is eigenlijk omarming, zo zou je het kunnen noemen. Dus mensen gingen pas geld betalen. En met mensen bedoel ik merken. Als een consument interesse had getoond in een uiting. Dus pas als die persoon dat wilde zien. Vervolgens naar de publiegroep, naar het onderdeel Publicitas. En een beetje Improved Digital. Om een global programmatic platform op te zetten voor nieuwsuitgevers. Dat vond ik echt helemaal te gek. Maar het was global, dus ik moest 3 keer in de week in een vliegtuig. En ik heb vliegangst.
En die twee kindjes die je net zag, daarvan was er toen nog maar één. En die was ook één en die zag ik ook nooit meer. Dus dat was mijn ding niet. En uiteindelijk ben ik geland bij Result, waar ik nu mooie mensen mag verbinden aan hele mooie opdrachtgevers. En verder ben ik een Twitter-freak. Ik zou me niet altijd even serieus nemen op Twitter. Ik ben gek op Apple en dan niet de Apple-variant, maar het merk. En first and foremost, ik ben geen digital native. Ik vind media helemaal te gek. En ik vreet het, ik lees het en ik maak het mijn eigen. Dus laten we beginnen. Ik heb nog wel even één vraag. Ja. De mensen die jullie plaatsen, zijn die mainly digital of is dat 50-50? Of nee. Wat is er op dit moment gebeuren? Even los van corona. Ik denk dat het op dit moment bijna 80-20 is. 80 digitaal en 20 nog her en der wat anders. En die 20 wat anders zit ook al digitaal in. Dus het is niet meer los te trekken. In den beginne zochten we nog echte printaccount managers of een communicatieman vrouw voor een blad. Maar dat wordt, hè, dat is die beweging die ik omschreef bij Sanoma, dat wordt steeds meer één. Als ik dan de kenmerken van offline, want daar gaan we het vandaag over hebben, online voor offline mensen, terwijl niemand een offline mens is natuurlijk, dan zie je als hoofdkenmerken dat offline media vooral zenden is. Het is veel, veel geven. Er is nagenoeg geen interactie. Je kan een blad lezen en de interactie die er kan plaatsvinden tussen merk en consument die leest is marginaal. En dit is elementair. Bij offline media, als een campagne aan is, dan is die aan. Dus er zit heel veel denkwerk van tevoren in campagnes. Maar als het aan is, dan is het zover en dan is er niet meer zoveel aan te doen. En er is niet zo heel veel meetbaar. Er zijn wat discussies in de industrie over de methodieken van meten van televisie en van radio. Maar het is onvergelijkbaar met de meetbaarheid die online media in zich heeft en de inzichten die een ad-server geeft. Want dat is het belangrijkste. De inzichten die terugkomen uit een ad-server, daar kun je als marketeer, als mediamens, als merk zo ontzettend veel informatie uithalen. Wat valt er dan op in on versus offline? Het is veel diverser online. Het landschap is extreem onoverzichtelijk. Ik probeer al jaren iets te maken wat het overzichtelijk maakt. Maar ik ben geland bij de acceptatie dat het onoverzichtelijk is. Er zijn veel meer specialismes. We hebben een CS-specialist, zoekspecialisten, SEO-specialisten, we hebben social media specialisten, we hebben programmatic specialisten. Het is een wirwar van specialisten. Maar daar komt verandering in, daar komen we straks op. Je hebt minder controle als uitgever en dat ligt in die interactie. Mensen kunnen dingen met je doen. En je hebt ook minder controle als adverteerder. Adverteerders kunnen kritiek krijgen. En dat is misschien wel leuk, want ik zit vandaag naast Nathalie. En die was vroeger directeur van een prachtig mediabureau. En ik weet dat wij, ik denk 2010, voor de NS een campagne wilden gaan doen. En de NS wilde heel graag op nu.nl een hele grote uiting neerzetten. En ze wilden in die uiting het mogelijk maken dat de consument tegen de NS ging praten. Te gek, hè? Technologisch gezien hartstikke tof. Maar toen hebben we wel tegen elkaar gezegd, beste NS, besef je wel dat de mensen die heel fijn in de trein zitten en op tijd in de trein stappen, niet zeggen. En de mensen die wel tegen je gaan praten, zijn de mensen die 3 minuten langer moeten wachten of die niet kunnen zitten. En daarmee gaat je uiting gevuld worden. Dus dat wordt een bijna negatief ding. En daar heb je geen controle op. Dan kun je nog nadenken, moet ik dat moderaten en de negativiteit eruit halen. Maar dat is te obvious. Dat gaan mensen weer zien. Dus dat maakt het heel anders denken. Maar de kern van dat denken zit, is je hebt er geen controle op. En dat wordt ook heel zichtbaar. Als ik bij die NS blijf, als de NS in de krant zegt, ga met de trein. Ja, dan zegt Jan,
tegen Klaartje in de kroeg van, ja, moet je dit zien? Ik ga nu echt niet met de trein, want ze zijn nooit op tijd. Maar dat ziet geen één marketeer. Maar online zie je dat wel. En dat is echt een groot verschil. Nou, dit is dat befaamde landschap. En dan gaan de mensen thuis misschien denken van, ah, wat een onduidelijk plaatje. Ja, dat is heel bewust. Het is ook gewoon een onduidelijk plaatje. Dit zijn zo'n beetje alle spelers die er zijn. In het midden, boven, langs, experts, van alles en nog wat doet mee. En ik heb hem een beetje overdreven. Wat belangrijk is in dit plaatje, is de beweging dat er minder spelers zijn. En dat er steeds meer nagedacht wordt over hoe kunnen we dingen echt aan elkaar knopen om één ding centraal te zetten. En dat is het bereiken van die consument. Een wirwar is het. En dit vond ik, vond ik gewoon kunst, toch bijna. En dit is wat je wil. En zeker als marketeer, en zeker als merkdenker, of als adverteerder, of als mediaman, vrouw, of als reclamemaker, wil je rust. Je wil overzicht. Je wil weten waar je naartoe gaat. En dat is nog wel eens lastig gebleken. Even stilstaan bij de keten. Nou, hier zie je gelijk mijn PowerPoint skills. Ik was heel trots met deze pijltjes overigens. Maar dit zijn de vier pijlers die we in onze industrie hebben. Merk, reclame, media, publisher. Die praten met elkaar. Merken praten met publishers. Reclame praten met publishers. Media praten met publishers. En media praten weer met merken. En zo vice versa. Dat is waar we ons in bevinden. Ik ga even een vraag stellen. Zeker. Want je gaf hem al aan. Het is echt anders denken in je communicatie of in je uitingen. Dus bundel hem even in wat jij laat zien in creatie. Ja. Hoe vindt die ontwikkeling, nou ja, een stukje evolutie zul je waarschijnlijk nu ook al over hebben. Maar heb je hele andere creatieve denkers nodig nu dan dat je dat voor offline nodig hebt? Ja en nee. Ik geloof persoonlijk dat je heel erg goed moet snappen wat je uit technologie kan halen. En als ik hem heel zwart-wit schets, vroeger... In een offline denken werden dingen bedacht in een kamer en ging het aan. En bij online is de informatie die je terugkrijgt gedurende de campagne eigenlijk elementair. Want daar kun je je campagne op aanpassen, daar kun je je uiting op aanpassen. Dus je moet sneller zijn, je moet flexibeler kunnen zijn. Je moet bijna minder ego hebben. Hè. Er zijn echt wel oude creatieven die hiermee worstelen van ja, dit is toch een heel goed idee. Maar ja, als het publiek het idee niet goed vindt en dat ook direct teruggeeft, ja, wat ga je dan doen? Ga je dan bij dat idee blijven van die creatieve denker die dat bijna met een glas whisky en een sigaar heeft bedacht? Of durf je flex te denken? En daar zit het hem in. En het grote verschil is dat je veel minder controle hebt op het tijdstip en het wanneer waarin iemand jouw uiting kijkt. Je mag gelijk een brug maken naar het type boodschap. Ja. Daarmee wijzigen dus ook heel veel boodschappen digitaal ten opzichte van hoe je het lineair, ja, zeg maar offline zou brengen. Ja, ik denk dat het verschil is wat ik net zei. Offline is veel meer zenden en geen interactie. En online is interactie en luisteren. Want je kan interactie hebben en niet luisteren. Dus dat luisteren is wel elementair. En daar ook naar durven te handelen. En dat is offline is dat anders. Nou, dit vond ik gewoon een leuk plaatje. Omdat we echt zo lang onze best hebben gedaan om te kunnen lopen. En toen konden we eindelijk lopen. En inmiddels zijn we achter een computertje gaan zitten. En dat computertje is natuurlijk allemaal weer outdated. Je moet eigenlijk een plaatje achter. Want nu lopen we allemaal met een computertje. En dat heet je mobiel. Maar daar komen we straks op. Dit was het eerste internet. Zo, dit was hem. En als je goed kijkt naar het plaatje, dan zie je een aantal popservers. Nou, ik ga vandaag niet uitleggen wat een popserver is, want dat kan ik niet. Dus dat is lekker makkelijk. Maar je ziet een aantal afkortingen staan van universiteiten. En dat was eigenlijk wat het was. Een communicatiesysteem tussen universiteiten. Die hebben dat met elkaar zo zitten bouwen. En er zaten een hoop nerds bij elkaar. En zo begon dat zich langzaam uit te kristalliseren tot wat het huidige internet is. En de kern van internet is ook altijd geweest vrijheid in creativiteit en interactie.
En helaas, maar daar komen we in gedurende dit verhaal op, zie ik dat we die creativiteit en interactie een beetje hebben ingekapseld. En komen er nu weer initiatieven die creativiteit stimuleren. Ik heb het even niet over de data die ze van ons jatten, maar een platform als TikTok bijvoorbeeld is een van de eerste hele heftige creatieve platformen voor jonge mensen om zich creatief te kunnen uiten. Zeer belangrijk plaatje, lelijk plaatje, maar elementair in de omslag van wat we met online media kunnen doen en wat we deden, zijn de kosten van dataopslag. De kosten van dataopslag en de bedragen die kloppen enigszins, maar het gaat maar even om het mechanisme. De kosten die zijn zo exponentieel gedaald in de afgelopen jaren, dat de natte droom van internet en van internetmarketeers, namelijk die één-op-één communicatie en het echte luisteren en interacteren, die ligt vast aan het dalen van de kosten van dataopslag en de daaraan verbonden snelheid van het internet. Want ik zei net al, als je achter je computer zit en je internetpagina komt naar je toe, dan krijg je eerst de content en dan de advertentie. En je kan het je bijna niet voorstellen, maar toen ik begon met advertising te verkopen op internet, duurde het soms 3 seconden, voordat de advertenties op de pagina waren geladen. De gemiddelde tijd dat iemand op een advertentie op een internetpagina bleef, omdat het zo lang duurde, was ongeveer 2,5. En nu komt het. De advertentie die uit het advertentieserveersysteem van het merk kwam, werd verzonden. En dan had de een al een vinkje staan met yes, advertentie is verzonden. Maar dan was die nog niet vertoond. En dat weet jij ook wel. We hadden toen onwaarschijnlijke verschillen in metingen. De hoeveelheid mediabureaus die ik aan de lijn heb gehad, die zeiden van ja, maar jij hebt maar 60, jij hebt gezegd dat je de 60.000 hebt laten zien aan de mens. Maar wij hebben er maar 20.000. Dat was ongeveer de discussie van elke dag. Dataopslag, snelheid internet, glasvezel, dat heeft er allemaal voor gezorgd dat die meetverschillen lager zijn geworden en dat we nu echt een volwassen medium zijn. Maar in essentie is online advertising een plaatje op het internet. En ik ga zijn naam toch maar noemen, want het was ooit een goeroe. Anton Pijnenburg, die zei dat altijd. En Anton zei, een banner is een plaatje op internet, dan kun je op klikken. En dat verkopen we. En eigenlijk is dat nog steeds wat online media is. Alleen de invulling van het plaatje, de creativiteit, het platform waar het zich vertoont. Hè. Het is niet meer alleen een computer, het zijn telefoons, het zijn tablets, het zijn horloges, het is riemen, t-shirts. Je kan bijna overal een plaatje observeren tegenwoordig. Dat is veranderd. Nou, voor de echte oude kijker. Hebben we nog kijkers, überhaupt? Ja, ja, dat is wel leuk. Oh, leuk. Hoi. Hier komen we vandaan. Nou, dit is Tom Selleck. En dat is echt een icoon voor het verleden. Ook in de tijd dat de snor in was. Overigens komt bijna alles terug, behalve de snor, heb ik de indruk. Maar dit is waar we zijn begonnen. Belangrijk daarbij is dat er geen standaardisatie was. IAB heeft daar een gigantische rol in gespeeld om ervoor te zorgen dat er duidelijkheid was in wat nou dat plaatje moet zijn. Ik vertelde toen ik bij Webber mijn eerste banner verkocht, geen flauw idee wat dat plaatje moest zijn. IAB is daar elementair in geweest en heel belangrijk om die standaardisatie te bewerkstelligen. En de standaardisatie leidt tot geloof in het mediumtype. En zeker in de oude tijd, waarin mediabureaus ook vooral in heel erge planningsheets werkten, was geen standaardisatie best wel problematisch. Is opgelost. Consument betaalde toen heel veel geld aan het internet. En deed dat ook nog eens een keer heel bewust. Want er zat zo'n kabel in je ding en die maakte geluid als je een internetpagina laadde. En ik kan jullie melden dat wij in die tijd ook bij Lycos gebeld werden met de vraag, kunnen die advertenties niet gewoon uit? Want ik hoor hem doorladen en ik heb al wat ik wil hebben.
Mensen waren heel bewust van het feit dat ze voor iedere tik moesten betalen. En dat was ook achterlijk duur natuurlijk in die tijd. Er waren heel veel slechte en heel weinig goede landing pages. Landing page is ook zo'n term. Dat is de pagina waar je landt na het klikken op het plaatje. Dat is belangrijk en dit is heel erg belangrijk in het denken van hoe je campagne eruit ziet. Waar kom ik terecht? Dat plaatje is als het ware een etalage. En als je verleid wordt door dat plaatje om die etalage in te stappen, maar je stapt dan vervolgens een winkel in met overal dozen, toiletpapier op de grond, een verkoopster die in de neus staat te peuteren en het stinkt er, dan ben je niet zo heel erg genegen om iets verder te gaan ondernemen en vertrek je weer uit die winkel. Nou, dat was eigenlijk wat er toen heel veel gebeurde. Klik hier voor de nieuwe Renault en vervolgens landde je op een deel van de Renault-pagina waar alles stond, behalve de nieuwe Renault. Weg was je. Er was ook gewoon weinig kennis, was weinig vertrouwen. Als je toen naar de digitale afdeling bij een gemiddeld mediabureau liep, dan werd je eerst trots voorgesteld aan de tv-afdeling. Nou, daar zaten ze hoor, hey, waar waren tv? En dan ging je naar de radioafdeling, was toen ook nog gewoon gescheiden. Dan had je de magazines en de kranten. En dan helemaal achterin, zo bij het serverhok, er zaten drie verdwaalde mensen. En die deden dan iets met het internet. Uitgevers die zeiden, het wordt nooit wat. Kranten geloofden er niet in, publishers geloofden er niet in. Het ging nooit wat worden. Het stond bij de traditionele partijen gewoon in het begin. En het heeft best nog wel lang geduurd. Echt niet op de radar. Het feit dat wij bijvoorbeeld met AdLink heel lang hebben mogen werken voor partijen als TMG, MTV, Sanoma, DPG, wat toen nog gewoon de persgroep heette. Of misschien wel, hoe heet het voor? Voor de persgroep? Ja. Komen we op. PCM. Ja. Ja, was omdat het gewoon niet op de radar stond. Er werd aanzienlijk meer geld verdiend met het verkopen van abonnees. En dat is misschien nog wel een beetje zo. Hè? Je ziet de grote uitgevers verdienen erg veel geld aan het verkopen van bladen en van kranten. En nog minder geld aan pure advertising. Omslagpunt is wel bereikt. Maar het heeft best wel lang geduurd. En dat heeft er ook voor gezorgd dat het lang duurde voordat er echt professionaliteit werd opgetuigd. Wat ik zei, het was een plaatje op het internet waar je op kon klikken. Dataopslag was gigantisch duur. Er waren bijna geen succesverhalen. Wanneer was iets nou goed? Ik kan mezelf nog herinneren dat ik aan mediabureau Cobalt ooit een campagne verkocht voor de ANWB. En die deden we dan op radio10gold.nl en daar klikte 45% van de mensen op. Dus we hadden toen een click-through ratio, dus hoeveelheid mensen per 1000 die klikten, van 45%. Niet 0,45, wat nu al hoog is, nee, 45%. En hoe kwam dat nou? Het was een advertentie die op de pagina lag. Dat heet een layer ad, kun je ook vertalen, een laagjesadvertentie. Dus een laagje over de pagina. En er zat niet een kruisje in waar je op kon klikken om hem weg te doen. Dus mensen werden helemaal gek. Die klikten de hele tijd op dat plaatje en zo kwam ik tot 45%. Maar we hadden zo weinig kennis op dat moment in de markt, dat de mensen bij Cobalt wisten wel dat er iets niet klopte. Maar de AWB dacht in dat jaar gewoon van, nou, dat vind ik best wel goed. Dus die boekte lekker bij. En ik vond prima. Ik had ook targets te halen. Dus we gingen lekker door met z'n. Zeker in het begin werd er ook gewoon afgerekend op bestaande afrekenmodellen. Hè, wat is nou in godsnaam een CPM? Hoezo moet ik betalen per 1000 keer een plaatje laten zien aan iemand? En hoe werkt dat dan? We moesten op dat moment ook bewijs sturen van dat plaatje, want dat zat in onze keten. Als je een advertentie plaatst in een krant, dan kreeg je een exemplaar thuisgestuurd of op kantoor toegestuurd. En daarom staan er nog steeds allemaal van die hele grote bakken met alle tijdschriften bij alle mediabureaus als je binnenkomt, om maar te laten zien dat je plaatje in het blad stond.
op internet zit het echte bewijs in het rapport wat je uit die ad-server haalt. Maar die ad-server en dat bewijs werd gewoon niet geloofd of gezien, omdat het te weinig kennis was. Dus ik moest dan plaatjes uitprinten en dan opsturen. En per mail werd ook nog wel geaccepteerd. Ik ga nog heel even door over de banner en de click-through rate. 45 was heilig inderdaad, 0,45 is nu heilig. Ja. Kun je iets meer vertellen over wat je kunt verwachten en hoe die kaders nu lopen? Dus wanneer heb je een acceptabele CTR en waar wordt dat door bepaald? Nou, ik denk dat ja en nee, maar dit is multi-interpretabel, want dat is heel verschillend. Wat nu steeds meer centraal staat, en dat is veel meer in beweging, is het uiteindelijke resultaat. En we bewegen steeds meer toe naar wat is nu mijn echte ROI? En ROI is geen online term, maar wat krijg ik nu terug uit mijn campagne? En daar doen verschillende dingen, spelen daar een rol in. Ik ken ook adverteerders die zeggen van, het maakt me niet uit hoeveel mensen erop klikken. Ik wil het gewoon laten zien. En andere adverteerders zeggen, ik wil een bepaalde lengte in dat ze naar mijn video hebben gekeken. En anderen zeggen, ik wil gewoon weten hoeveel er verkocht is van mijn product. Want die berekening die klopt steeds meer. En er is ook steeds meer vertrouwen op de machine die daarvoor zorgt. En dan vraag ik nog af van, je hebt ook heel lang gehoord, de banner is dood. Ja. Aan de andere kant, dus er worden nog heel veel banners uitgeserveerd. Ja. Dus dat is straks ook nog ongetwijfeld nog even over hebben overkomen, ben ik, en dat het allemaal anders gebeurt. Hoe groot is in jouw ogen nu toch het aandeel dat men banners ook gebruikt voor branding? Gewoon voor zichtbaarheid. Ik ben er. Het is heel lang geweest. Je moet doorklikken. Precies wat je zegt. Het moet helemaal doorgerekend worden. Nou, het berekenen van je ROI. Dan heb je het echt wel heel goed voor elkaar als je daar uitkomt. Ja. Maar de rol van banners voor branding. Kun je daar iets over vertellen? Ja, die is niet zo groot. Ik denk dat de rol van de banner en het klassieke plaatje is toch echt wel veel salesgedreven campagnes. En ook weer doordat het internet sneller is en die dataopslag omlaag is, zijn we nu in staat om veel meer met bewegend beeld en geluid te werken. En daar zit de echte emotionele branding die we op het internet kunnen bereiken. Tezamen met conversational marketing, oh, doe ik het zelf ook, met elkaar praat marketing, social, native, echte content campagnes, die zijn meer op branding geënt. Maar het knijpt steeds meer in elkaar. Dus vroeger in de Tom Selleck tijd was de optimalisatie van een campagne, dus het hoogste rendement uit je aantal banners halen, gebeurde handmatig. Dan belden we elke dag met elkaar, de media planner en de account manager en de traffic manager aan publisherzijde. En die zeiden van, ja, ik zie dat die site het niet zo goed doet. Mag die daar een beetje uit? En dan mag die daar weer een beetje aan. Want dan halen we het beste rendement uit de campagne. Nu zit daar veel meer geavanceerde technologie achter die daar wat meer voor zorgt. Maar echte branding bouwen op een banner blijft lastig. Dankjewel. Diverse meetsystemen heb ik aangeraakt. Hè. Er waren ook heel veel van die ad-servers op dat moment. En de een van het andere bedrijf, die deed het niet zo goed met het andere bedrijf. Nou, inmiddels is daar iets meer consistentie in. En meen ik dat die meetverschillen nog wel her en der bestaan. Maar zo heftig als het toen was, is het niet meer. En uiteindelijk hebben we met z'n allen gekozen voor een standaard. En dat was CPM, kost per 1000 vertoningen van dat plaatje. En een CPC. En dat was eigenlijk het begin van het einde. dat mensen alleen maar gingen betalen als er geklikt werd op het plaatje. Nou, dit vind ik wel leuk, want de eerste televisieuiting was een plaatje op televisie. En dat is dat is voor de kijker thuis ook links. Dat was een horlogemerk. Die adverteerde tijdens de Super Bowl. Nou, de Super Bowl hoef ik jullie allemaal niet uit te leggen wat het is. Maar dat is het allerduurste reclameblok wat er is. En wat zij deden was een klok op de tv plakken. En hij bewoog nog net, die klok. De wijzers, die stond daar dan 30 seconden.
En dan zei ze, koop nu dit horloge. En ja, de allereerste influencer, om maar even een beetje lucht in die hele influencer market te brengen. Want een influencer is niets anders of meer dan iemand die anderen beïnvloedt. En die het vehikel internet gebruikt om groots mensen te bereiken. De allereerste influencer was toch wel Jezus, denk ik. Die is groots bereik heeft die weten te creëren zonder internet. Had je moeten voorstellen als de beste man Instagram had gehad. Dan, de rol van de diverse media. Even, we kunnen echt over ieder stuk een discussie hebben, maar dit is het primair. TV, bereik, beeld en geluid combineren, inspireert. Print, bereik. En binnen het printspectrum aan titels kun je kiezen voor breed bereik of heel specifiek bereik. Je kan gaan voor het fietsblad of je kan gaan voor de libellen. Radio is toch gewoon de kracht van geluid en de kracht van herhaling. Heel veel, vaak, goed, komt terug. Bijna zoals je in een vliegtuig er niet aan ontkomt dat je een doekje tegenover je ziet. Als je een uur in de file staat, is het fantastisch. Je hoort een beetje muziek. Er komt af en toe een leuke DJ tussendoor. En de commercials, die ontkom je ook niet aan. En buiten reclame is vooral heel veel, heel groot, groots bereik laten zien. Beetje segmenteren op gebied en op doelgroep. Maar het is toch ook wel vooral een zendmedium. Digital is inmiddels all of the above. Plus directe sales. Dat is het interessante aan online media. Je bent daar aan het adverteren waar de winkel ook is. En dat is echt een groot verschil tussen off en online. Offline media wordt ook, als je buiten zit, ben je nog het dichtst bij de winkel. Maar als je thuis zit en je bent televisie aan het kijken, of de krant aan het lezen, of een magazine aan het lezen, ben je niet in één klik bij die winkel. En dat is een online wel zo. Dat klinkt allemaal logisch, maar dat is wel belangrijk in je uiting. En heel belangrijk is, online media is andersom begonnen. Dus we hebben wel even gedacht dat een plaatje kon concurreren met een tv-commercial qua branding. Maar uiteindelijk ging het toch gewoon om die conversie naar een website en hoeveel ga ik nou verkopen. Ik spreek er nog heel even op in, want er komt een vraag uit het publiek. Die dus letterlijk zegt van, oké, maar als je dus wel de hele grote formaten pakt, of je pakt een video, of je pakt een takeover. Nou, maak ik even een bruggetje naar de tv-commercial die je net zegt. Hoe kijk je daar tegenaan? Nou ja, hoe ik er tegenaan kijk is minder relevant. Maar ik weet dat het nagenoeg onmogelijk is om een brand op te bouwen met alleen digitale media. Dat heb ik niet bedacht. Er zijn hele slimme reclame mensen die dat hebben bedacht. Dat is moeilijk. Maar er zitten absolute brandingwaarden in die takeover. Absoluut. En we komen er later op terug. Weet je, het is wel een mooi voorbeeld is dat. Want HP heeft dat heel lang heel verkeerd gedaan. Die hadden online echte hele platte rampcampagnes. Met klik hier, koop nu, klik hier, koop nu. Terwijl ze offline hele mooie inspirationele campagnes hadden. En dan behandel je die consument bijna als een schizofreen. Dus je bent daar heel plat aan het zijn. En daar heel uitstralend aan het zijn. Je merk neerzetten. En dat is heel gek. Dus het moet een combinatie zijn. En daarom staat hier ook, digital is all of the above. Dus je moet wel het besef hebben dat je absolute brandingwaarde laat. Maar je bent ook bezig om je product te verkopen. Dus je bent veel meer die hele winkel aan het neerzetten. En zie het maar als een winkel. Zie het maar echt als die etalage. De winkel ingaan. Je schappen moeten kloppen. De uitstraling moet kloppen. Je verkopers moeten kloppen. De prijs moet kloppen. Het moet er schoon zijn. Het moet er goed ruiken. We hebben net een Spotify-lijstje gehoord. Die wil je gewoon hebben in je winkel. Alles moet over nagedacht zijn. En dat was zeker vroeger best wel een uitdaging. Omdat je die twee gescheiden afdelingen had. He, dan had je een online afdeling die niet zo heel serieus werd genomen. En een offline afdeling die zichzelf heel serieus nam. En die gingen niet met elkaar praten. Als ik in 2009 met de hoofdredacteur van Libelle wilde praten over een contentcampagne op libelle.nl.
Dan zat ze me echt aan te kijken van, ik weet niet wie je bent, maar dat ging niet gebeuren. Dat lukte pas op nu.nl, want dat was een digital first, digitaal eerst. Mooi platform. Daar heb je. Deze realisatie vind ik heel erg belangrijk. Je kan niet de consument niet meer zien als jouw klant. En zeker ook met de huidige mogelijkheden om een consument te targeten, dus gericht te benaderen, is het best wel heel vreemd dat ik als klant van de ING nog steeds plaatjes voorgeschoteld krijg met wil je klant worden van de ING. Dat gebeurt nog steeds. En dat is net alsof ik dan niet de klant ben. Dat is vreemd. Terwijl er allerlei technologische mogelijkheden zijn om anders met die klant om te gaan. En dat is niet per se puur digitale marketing. Dit is precies waar off en online elkaar gewoon raken. Dat is logisch nadenken en gewoon marketeer zijn. En merkdenker zijn. Hoe gedraagt een consument zich en daarna handelen. Maar het zijn niet ineens twee andere mensen. Nou, dan gaan we naar het nu. En wat kenmerken van online. Luisteren naar die consument, Excel. Als je zendt en er komt feedback terug. En die feedback die kan ook zijn wat je ziet in die ad-server. Dus hoeveel bezoeken heb ik? Hoeveel mensen klikken? Maar probeer er wel naar te luisteren. Als je in je rapporten terugziet dat je campagne niet aanslaat, kun je ervoor kiezen om de campagne te herijken. Dat kan met online, want hij is nu aan en hij kan ook nu weer uit. En dan kan hij weer aan. Veel flexibeler. En dat komt door die meetbaarheid en die technologie die centraal staat. Dat was het eerste bastion dat we moesten overwinnen. Mensen moesten gaan vertrouwen op die computer die ging vertellen hoe goed een campagne het heeft gedaan. En tot die tijd vertrouwden we als mens op andere mensen die zeiden hoe goed de campagne het had gedaan. Of iemand met een klikkertje. Nou, we zijn 100 bezoeken in de winkel geweest. Nou, ja, hoe weten we dat? Ja, hebben we jou gemeten? Nou, daar vertrouwden we dan op. Maar als we zeiden, ja, dat heeft het ad management systeem DART gemeten, zeiden we, ja, weet ik nog niet. Altijd aan. Online is altijd aan en de consument bepaalt wanneer die kijkt. Dus als je je schoenen wil laten landen en die wil je verkopen voor Ron's honeymoon quiz, dan wist je precies in wat voor bui iemand op dat moment zat. Die zat lekker op de bank, chippies erbij, we gaan ervoor. Nou, hey, mooie schoenen, hey, helemaal in de mood om die schoenen te kopen. Nu kan iemand op het toilet zitten met zijn mobiel en jouw uiting zien. Dat is anders denken. Je moet beseffen dat je geen controle hebt op het moment waarin iemand naar je kijkt. En het allerbelangrijkste. Denk dat ook dat je wat afvlakt in je uiting? Nou, je attentiewaarde is lager. Soms. En soms is hij weer hoger. Dus de intensiteit van inname van een uiting is gewoon heel erg verschillend. Kijk, wij zijn bijna even oud. Wij zaten nog voor de televisie toen Nike aankondigde dat ze de Nike 180 gingen lanceren. En toen zeiden ze over 6 weken komt die reclame op tv. Nou, ik zat met al mijn vrienden klaar hoor. En daar kwam die dan. Ja, nu, de hoeveelheid uitingen die er op het internet staan, dat is bizar. En dat hebben we met z'n allen gedaan. Hè? Dus we hebben eigenlijk kerstboom opgetuigd. Maar dat maakt het ook wel onoverzichtelijk. Het is ook te veel. Maar daar kunnen we nog wel een sessie aan wijden, denk ik. En dit is misschien wel het belangrijkste. Als die campagne aanstaat, dan begint het pas. Dan krijg je de informatie terug. En met die informatie kun je de dingen beter maken. En uit die informatie kun je learning trekken. Ik weet dat het een heikel punt is. En lang niet iedereen is het met me eens. Maar ik heb het offline doelgroep denken minder begrepen in een online wereld. Ik heb altijd geloofd dat je de machine en de feedback die terugkomt op je campagne bijna moet laten bepalen wat je doelgroep is. Je gaat straks de brug maken, maar dat is wel natuurlijk artificial intelligence. Ja, zeker. Die brug maak ik. Mooi, jij ook. Dan nu, kenmerken van het heden. Globalisatie is gewoon een feit.
Dat maakt ook dat je lokaal minder invloed hebt. Daar kunnen we niet zo gek van aan doen. Het is echt zo. De bureaus zijn hele grote internationale conglomeraten en die hadden vroeger gewoon lokaal meer invloed en nu minder invloed. En de publishers zijn ook hele grote internationale conglomeraten die met elkaar deals maken in landen waar wij in Nederland iets minder over te zeggen hebben. Je ziet overigens wel briljante initiatieven. Een van de laatste initiatieven is dat volgens mij zijn het DPG, Talpa en ik meen ook Mediahuis toch de handen in één aan het slaan zijn om meer dat één platform denken te omarmen, om zo gezamenlijk een stem te kunnen hebben en een front te kunnen vormen tegen de grote Amerikaanse spelers. De uitdaging daarin is dan wel dat de bureauzijde zijn ook grote Amerikaanse spelers en heel veel merken zijn ook grote Amerikaanse merken die niet hier het besluit nemen. Maar daar kunnen we misschien nog wel wat mee doen. Komt de spook binnen. De keten staat op zijn kop. Heel belangrijk, daar raak ik zo nog aan. Maar de consument is nu de baas. Maar dan kom ik daar even met de zin erboven. Consument is de baas. Je 360 graden customer view. Al je verschillende touchpoints in je customer journey. Daar hebben we lokaal voor nodig. Zoveel Engels. De customer journey. Klantreis. We hebben 100% lokaal nodig. Daar heb ik geen enkele twijfel over. Die hebben we zeker nodig. De uitdaging ligt wel daar in het duidelijk maken naar de top van bedrijven die gewoon een grote rol spelen in de keten, dat we meer lokaal moeten kunnen denken. En gek genoeg, is misschien een beetje slippery glijbaantje hier. Ik denk dat corona en het afhankelijk zijn van elkaar in de wereld, in die globalisatie, ervoor zorgt dat er een stimulans komt in lokaal denken. Dat hoop ik heel erg. Ik hoop dat grote merken begrijpen dat lokale denkers verschil maken op lokale markten. Ik hoop dat WPP in New York begrijpt dat WPP in Amsterdam een fantastisch bureau is. En dat ze hier echt wel kennis hebben die elementair is om meer samen te verdienen. Dat hoop ik en ik denk dat ook best kan gebeuren. Zeker met een aantal mensen die ik nu op bepaalde plekken zie zitten. Social media is gewoon huge en het hangt vast aan die consument. De consument heeft een stem. En je zal als merk moeten proberen om bevriend te raken met die consument. Want het is een beetje eng. En dat kan ook niet ieder merk. Ik denk dat, ja, waarom zou ik bevriend moeten raken met Page toiletpapier? Bij wijze van spreken. Maar je hebt ook merken als Patagonia of Nike. Die wil ik wel. Die wil ik zien. Want die maken vette shit. Daar wil ik bij horen. Is jouw standpunt, zo gauw ik het wel echt zou kunnen, dat het logisch is voor mijn merk, dan moet ik op social, dan moet ik zorgen dat ik bevriend raak met de consument? Ja. Mooi. Ik vind bijvoorbeeld dat Page toiletpapier in de eerste 2 weken van corona had moeten zeggen via social, sorry dat we er niet zijn, want alle schappen waren leeg. Dan was ineens dat heel relevant geweest. Maar ik heb ze niet gehoord. En ze lagen er ook niet. 1-op-1 communicatie, dat was, hè, wat ik in het begin aanraakte, een droom. Echt 1-op-1 praten met mensen. Daar zit overigens een extreme uitdaging qua schaalbaarheid en creativiteit en uitingen. Want hoeveel uitingen kun je nou maken om echt die 1-op-1 communicatie te doen? En een kostending dus. Een kostending. En daar komt de toekomst, artificial intelligence, marketing automation, meer vertrouwen op machines die ook meedenken. Die maken dat je in ieder geval in staat gaat zijn om een 1-op-1 illusie in communicatie te creëren. En dat moeten we overigens niet onderschatten. Adverteren en media is ook een illusie creëren naar een consument. Niet liegen, maar we maken het wel mooi. Maar dat was in het verleden bij offline ook zo. Zeker, dus dat is ook de overeenkomst. En ja. daar gaan we weer naartoe. En dat is een beetje de rode draad die ik probeer te laten landen. Je kan op heel veel dingen teruggrijpen in ons vakgebied die helemaal niet zo bijzonder nieuw zijn. We zitten alleen in een wirwar van woorden. Wij doen het ongemerkt
de hele tijd. We gooien er van alles uit. Marketing automation. Als ik mijn vader uit moet leggen wat ik doe, nou, nu snapt hij het. Maar toen ik nog in digitale media werkte, ik heb daar echt over gestruggeld. Hoe ga ik dat, hem dat nou vertellen? Weerwar van apparaten. Hadden we eindelijk die banner geaccepteerd, kwam er ineens een mobiele telefoon. En moeten we dan ook een plaatje op een mobiele telefoon plakken waar mensen op kunnen klikken? Maar hoe gaan ze dan klikken? Want ze hebben geen muis. En hoe komen ze dan weer terug? Jeetje. En het gaat allemaal zo snel. Er komen steeds meer apparaten bij. Horloges, brillen. Het is een weerwar. Privacy. Die wil ik er maar even uithalen. De mens is inmiddels zo aware... of aware, bewust, in wie ze zijn en waar ze staan. Zeker de generatie die na ons komt. Dus ja, jullie kunnen haar niet zien, maar daar zit iemand die jonger is dan. Veel bewuster bezig met, je kan niet zomaar alles voor me pakken. Dat is eigenlijk de cookie-discussie. Ik wil mijn privacy gewaarborgd zien. Technologie staat meer dan ook centraal. En er wordt meer gerekend. Igor Beuker, ik wijs deze uitspraak aan Igor, dat vindt hij leuk. En hij was ook een van de founders ongeveer van het IAB, dus Igor heeft mooie rollen gespeeld in het land. Mad men en women, weet je. Niet meer de oude grijze mannen met sigaren en whisky, hoewel whisky wel echt lekker is. Maar rekenaars, anders denken, anders interpreteren. Mensen hebben wel eens gevraagd aan mij, wat is nu het meest veranderd in het vak? En dat zit in het meer analytisch kunnen uitleggen wat er aan het gebeuren is in een mediacampagne. En dat geldt ook voor mensen die media maken. De teams die wij bij nu.nl hadden zitten, die analyseerden aan de achterkant hoe artikelen werden gelezen, hoe lang ze werden gelezen, et cetera. Die bepaalden de koers van dat platform. En dat is anders dan schrijven, krant in de bus en het laten gebeuren. Dat is belangrijk. Een kritische vraag, of kritisch tegengeluid is ook wel vaak van, eigenlijk gaat de machine bepalen wat we communiceren. Denk je dat het daar eindigt? Of nee, want... Worden we daar beter van of minder van? Nee, de machine bepaalt niet wat je communiceert. De mens die de machine bedient en bepaald gedrag vertoont op de machine, die bepaalt wat je communiceert. Dus zolang machines nog niet alleen met elkaar communiceren, maar wij ons gedragen als mens, is de machine niets anders dan een ding tussen twee mensen in. Die signaleert wat die mensen aan het doen zijn. Dus die machine bepaalt nog helemaal niets. Die gaat aan op gedrag. Dat je die machine kan programmeren op basis van gedrag, prima. Dat die machine kan leren om zichzelf een stukje te programmeren op basis van gedrag, dat geloof ik ook. Maar volgens mij zijn wij wel eens in het hoofdkantoor van Google geweest, of in Dublin geweest, op een mooie IAB-reis. En toen zei zelfs de meneer van Google, ja, artificial intelligence, ja, machine learning, maar de mens staat de komende tijd echt nog wel centraal. Wilde ik ook horen, want ik ben natuurlijk gewoon een recruitertje. En de uitdaging, maar daar zijn ook nog hele andere mensen die daar veel slimmer over dingen over kunnen zeggen, is die nieuwe cookiewet. En mogen we dan al die data en al dat gedrag wat mensen vertonen nog wel gebruiken? Dat is echt een uitdaging. En die hangt wel vast aan het verleden. Want als ik kritisch ben naar onze branche, hebben we dat wel een klein beetje verprutst. Door het niet goed genoeg uit te leggen. En nu moeten we mensen uitleggen, bijvoorbeeld in Brussel of in Den Haag, hoe dit werkt. Nou, het IAB waar ik vandaag te gast ben, die doet dat fantastisch. Maar die zijn het aan het uitleggen met mensen met ietsje minder kennis op dit vlak. Jullie hebben misschien allemaal Mark Zuckerberg zien uitleggen aan de Senaat in Amerika hoe hij het doet. Nou, dat is de reden waarom niemand alles wegkomt. Want ze snappen er helemaal niets van natuurlijk. Nog wel een vraag. Het feit dat dit komend jaar staat te gebeuren, verwachten dat daarmee de effectiviteit van digitaal terugloopt? En moeten we daar rekening mee houden? Nou, ik weet niet of de effectiviteit terugloopt. Ik ben er wel van overtuigd dat de creativiteit moet toenemen. En als ik het zeker wist, zou ik het zeggen, maar dat weet ik niet.
Nee, het is ook een vraag, maar het is waar we over nadenken met z'n allen. En wat we ja. straks nog even heel goed met je gaan van, hé, wat zijn nou de skills die iemand zich verder moet focussen? En dus het is ook vanuit die vraag dat je denkt van, hé, waar moet ik me straks op ontwikkelen? Ja, nou, wat ik denk is dat oud en nieuw denken weer iets meer bij elkaar komt. En dat we elkaar, dat die brug ertoe leidt dat we juist creatievere en effectievere campagnes kunnen gaan maken op internet. En dat het echt één ding wordt. Dus ik vind dat we een uitleg moeten doen over wat we met data willen en kunnen. En dat er nu best wel excessief op gereageerd wordt, alsof iedereen zijn privacy te grabbel wordt gegooid. Want dat is een beetje de houding zo nu en dan. Als we het beter gaan uitleggen, dan gaan we de mens weer meekrijgen. En als we die mens meekrijgen, dan kunnen we weer verder met z'n allen. Ik moet een beetje voortmaken, denk ik zo. Jullie vroegen lang niet in praten, maar ik gooi er een kwartje in en het gaat gewoon door. Dat is niet normaal. We gaan uiteindelijk van heel veel zenden, heel veel banners, heel veel buttons, heel veel plaatjes, naar interactiviteit en merken en mensen die elkaar vinden. In gedrag, in lengte van met elkaar communiceren, in spullen bij elkaar kopen, in terugkomen bij elkaar. Dat is het uiteindelijk het doel. Je wil loyaliteit creëren. Dan de merken. Die hebben dezelfde challenge. Hè? Die gaan van zenden naar luisteren en dan ook durven handelen. Recent heikel puntje in onze huidige Bruinstein, moeten merken wel of niet bij een voetbalprogramma adverteren wat een bepaalde toon hanteert. Nou, ik denk dat ons vak moet luisteren naar wat mensen in de maatschappij doen en vinden van iets. En dan zichzelf in ieder geval de vraag moeten stellen. En social is daar bijvoorbeeld een meetmechanisme in. Ik zou niet te veel naar twitteraars luisteren overigens. Maar het is een pijlstokje van, wil ik daar nog bij horen? Dat kan je helpen als merk. En die vraag, die stelden we ons toch 20, 30, 40 jaar geleden ook af. Wil ik ergens wel of niet staan? Is dit mijn omveld? Maar is het gevolg wat er gebeurt, is dat je ook minder lang kan bouwen? Want een merk bouwen kost tijd. Ja. Omdat er zoveel verschillende ontwikkelingen in digitaal bezig zijn. Het ja. kan het ene moment heel erg bijdragen, maar het kan je ook weer heel erg afremmen. Ja. Is het merkbouwen digitaal moeilijker? Ik denk dat merkbouwen zowel digitaal als niet digitaal moeilijker is. Omdat er veel meer de laagdrempeligheid is in creativiteit en ondernemen. En omdat je veel makkelijker direct bij een consument kan komen en die consument ook vluchtiger is dan een x-aantal jaar geleden. En dat is niet alleen voor onze industrie is dat zo. Als je bijvoorbeeld een link maakt naar de politiek, hadden we 4 politieke merken. 4 partijen, noem maar even. En als je nu kijkt naar hoe de politiek georganiseerd is, hebben we er geloof ik 40. Het is een ontwikkeling in de tijd meer dan... Dat denk ik wel. Ja, daar ben ik van overtuigd. Maar daar, zoals ik er ook van overtuigd ben, dat alles... Nu komt hij. Alles in het leven is een golfbeweging. Hmm. Mooi, hè? Marketing automation. Belangrijk. Machines die zelf nadenken, die zelf beslissingen nanemen. Een stuk van je marketing in huis nemen en bedrijven die dat ook moeten doen. Hè? Want het echte merkdenken en de echte core feeling van een merk zit bij dat merk. En marketing is praten met mensen die je merk willen kopen. Dus er zit een bepaalde logica achter dat je meer van dat naar jezelf toetrekt. En ook een stuk van die interpretatie. Jij vroeg het net, Nathalie, maar we gaan ook van sales naar imagocampagnes. En er staat nog een woordje N achter. Geen idee. Het wordt meer één. Het wordt meer dat winkeldenken. Hou dat maar even in je hoofd. Etalage, door de deur, schappen, snoepje van de week, dat. En dan nog een vraag. Kun je dat... Kijk, als je de winkel inloopt, heb je ruimte, kun je verschillende dingen doen. Ja. Gaat het online elkaar volgtijdelijk sneller de experience opvolgen? Of zijn we al zover dat door heel veel technologische ontwikkelingen... En ik hoorde laatst ook inderdaad... 3D-beta-versies worden op dit moment al gedaan. Kunnen we het eigenlijk ook allemaal nog op hetzelfde moment doen? Ja.
Of zijn het verschillende stappen in een proces? Het kan bijna op hetzelfde moment, denk ik. Kijk, het mooie, je moet in, of je moet helemaal niets, maar ik zou in digitaal denken altijd driedimensionaal denken. Dus het winkelvoorbeeld klopt, maar je moet ook niet vergeten dat technologie centraal staat. Dus ik kan de winkel per direct laten veranderen naar de bezoeker die binnenkomt. En dat is heel anders denken dan on- en offline. En dat maakt dat je ook in je positioneringsvraagstuk als merk breder kan zijn. En meer, je kan dieper zijn. Dat is wel anders. En dat is die rol van technologie. En ik zie dat merken steeds meer zelf willen doen. Heb ik hier hoop voor alle mediabureaus. Er zullen ook merken zijn die zullen zeggen van nou, het is zo heftig die coronatijd. Ik ga toch maar een beetje uitbesteden. Want ik wil wat minder mensen op mijn P&L. Dat zie je in crisis ook wel gebeuren. Maar in principe is het echte merkgevoel denken weer naar binnen aan het halen. Nou, dit waren zo van wel leer, hè. Digitale beweging, creativiteit 1-op-1 proberen te realiseren en dat nastreven. Je ziet dat partijen als Media Monks bijvoorbeeld briljante dynamische plaatjes en websites kunnen maken. 1-op-1 wil ik wel benadrukken, is schaal en creatief technisch onmogelijk. 1-op-1 moet zijn de illusie van 1-op-1. Dat is belangrijk. Strategie, meer luisteren naar wat je ziet gebeuren en minder voeten op tafel en zenden. Copy aanpassen naar gedrag, dat is ook dat dynamische, dus de woorden kun je aanpassen. Volgens mij is het de ASN-bank, als je die website bezoekt, staat niets meer vast. Dat is bijna een blanco website en dan tik je in hallo en dan tikt de bot terug hallo. Waarom bent u hier? Dan zie je naar autoverzekering en dan gaat de hele conversatie gaat naar autoverzekering. Je hoeft niet meer door een heel menu heen. Is echt fantastisch. En campagneuitingen worden dynamisch. Mediabureaus. In basis vind ik persoonlijk dat mediabureaus nog meer terug moeten naar hun core. En hun core is mediaadvies geven, doelgroepdenken en programmatic gebruiken om dat doelgroepdenken en consultief uit te kunnen leggen aan hun klant hoe het werkt. Ze gaan meer samenwerken. Dus hè, waar we in jouw tijd, als ik bij Initiative binnenkwam, hingen Initiative en Digiloc. En jij was dan Digiloc. Maar toen was er een periode, hingen er 50 verschillende logo's. En nu gaan we toch weer steeds meer terug naar elkaar. Want we willen niet 50 logo's. We willen ook niet 50 adviseurs hebben. We willen advies. En we willen een oplossing voor een probleem. Maar je zet hier wel heel expliciet problematiek neer. Ja. Is dat zometeen de meest belangrijke koers voor een mediabureau? Of we weten ook dat er heel veel mediabureaus natuurlijk en verschillende digital labels nog steeds hebben. Ja. Maar ook heel veel op creatie inzetten. Ja. Beheef veel gedrag. Hoe ga ik die conversatiemarketing aan? Hoort dat daar niet in jouw ogen? Ja, hoort ook daar. 100%. Maar ik heb denk ik gewoon het verkeerde woord gekozen. Ik had ad-server moeten neerzetten. En, nou, ik wil hem even van, omdat ik weet hoe je denkt. Dus ik denk, ik kan hem even... Ja, ik ben blij dat ik met jou hier zit. wat ik bedoel met programmatic is dat het elementair is dat je interpreteert wat je op digitaal allemaal ziet gebeuren. En wat onomkeerbaar is, is dat alles digitaal wordt. Heb ik de laatste slide ook al verklapt. Een seconde gewonnen. Alles wordt digitaal. Out of home, stekker erin, televisie, stekker erin. Alles, overal gaat een digitale stekker in. En de interpretatie van het gedrag en het aan elkaar knopen middels onderzoek, kennis en inzicht, dat is de rol van het mediabureau. En daar slim op inkopen is een rol van het mediabureau. Minder plannen, want dat kan bijna al een beetje in die automation zitten. Maar meer interpreteren en adviseren. Dat is mijn geloof. Maar alle mediabureau-directeuren mogen me naar de hand bellen. Publishers. TV, digitaal, mobiel. Nou, ik weet niet waarom dit staat eigenlijk. Doe ik gewoon niet. Hoeveel tijd heb ik nog? Want ik ben veel... 10 minuten. Elke keer nog 10 minuten. Oké, dit is wel belangrijk. Krijgt iedereen de presentatie toegestuurd?
Want dit is het speelveld waar we in zitten. Daar heb ik natuurlijk weer Engelse woordjes voor gekozen. Maar je ziet een beweging, en dit is wel belangrijk. En met name het belangrijkste is dat die cirkels bij elkaar komen. Media alleen maar kopen en dingen zenden, dat is waar eenmaal. Je moet het echt verdienen. En je moet ook echt het vertrouwen voor die consument verdienen. En vooral weten te behouden. Consument trapt er niet meer in. Ze volgen je niet blind. En het in de mens kruipen en het interpreteren en het onderzoeken naar gedrag van die mens, dat gaat ervoor zorgen dat je je earned kan houden. En owned is een beweging die ook onstopbaar is. Of het nou KLM was met zijn eigen tijdschrift, wat van jezelf is. Maar het Instagram-account van Nike is ook een owned platform. Dat is hun eigen medium. En dat zorgt ervoor dat ze elders minder hoeven in te kopen. En wat is op dit moment de rol van websites voor heel veel merken? Toch wel heel veel e-com. En doe ik het weer. Verkopen. Winkel. Die ontwikkeling. Ja, dus de experience haal je meer naar de earned, bij wijze van. Ja. En de owned zit meer inderdaad op platformen waar je wel je eigen omgeving creëert. Ja, 100%. Nou, hier staat het allemaal een beetje uitgeschreven. Daar kunnen we natuurlijk doorheen lopen, maar we kunnen het ook niet doen. Nou, we doen het een beetje. Owned zijn platformen van merken. Dat kan je website zijn, dat kan je blog zijn, je eigen blad. De rol van owned is langer termijn. En die relatie opbouwen en die interactiviteit met die klant blijven zoeken. En de voordelen is de controle en het is kostefficiënt in principe. Je hoeft niks in te kopen. Nadeel en de uitdaging is, het is wel je eigen platform. Dus de kritische consumenten, zeker in deze tijd, jij kan dan wel zeggen dat. Dus dat is een gevoel wat je moet begrijpen. Dat je niet het wij van WC Eend adviseren WC Eend principe laat landen. Bot is, zijn je advertenties. Nou, ik heb een beetje gekeken wie er in de gastenlijst stond voor deze webinar. Dit begrijpen jullie allemaal wel. Kopen. Hè? Je koopt schaal, je koopt ogen, je koopt aandacht. En welke aandacht je koopt en waar je het koopt en voor welk doel je het nodig hebt, daar zijn partijen voor die je daar fantastisch in kunnen adviseren. Maar bij online denken moet iedereen begrijpen dat het allemaal bij elkaar zit. Dat is de rode lijn. En earned vindt heel erg online plaats. En online is ook de enige plek waar je dat echt terug ziet en waar je die conversatie terug ziet. Earned was vroeger echt mond tot mond. Ik heb hier een paar Nike's gekocht. Hoe vind jij ze, Maria? Ja, ik vind ze mooi, man. Ik ga ze ook kopen. Cool. Nou, dan ging ze ook naar de Nike-winkel. Maar er was niemand bij de Nike-winkel die zei, weet je dit van Maria? Dat zat er niet in. En online maakt dat allemaal veel inzicht. Nou, dit zijn de reuzen en er zijn nog een aantal reuzen, maar dit is wel, zonder dat ik een doembeeld wil schetsen, dit is wel heftig, want geen een van deze reuzen is tot op heden een Nederlandse speler. En als ik Facebook uitsplit, dan zitten daar nog een aantal andere reuzen achter. Nou, er is nu een grote discussie of merken daar wel of niet willen staan, omdat Facebook gewoon eigenlijk een klein beetje liegt. Maar het grootste en het ergste is, kunnen we in een campagne nog wel zonder Facebook? En dat is best wel eng. Want als je afhankelijk wordt van zo'n reus, is dat ingewikkeld. Amazon is gigantisch. Die zijn net open in Nederland met hun advertisingkantoor. Maar die weten natuurlijk heel veel van ons. En als je teruggaat naar wat ze allemaal zien van ons. En ook hun eigen video-on-demand platform hebben en ook een krant hebben, dan is dat een gigantische speler. En de onderste, met uitzondering van Apple, zitten meer op dat data-denken. En stiekem is de aller engste in het geheel is Salesforce, want die weet van al deze partijen ook alles. Die voedt bijna alle machines aan de achterkant. En als Salesforce morgen zegt, nou, wij stoppen ermee, we gaan het allemaal zelf doen, dat is best wel spannend. Lineair versus on-demand. Oh, kan terug. Ja.
absolute beweging. Je zou maar een tv-publisher zijn en programma's maken. Hoe hou ik die mensen nou bij mij op mijn zender? Als mensen zelf kunnen bepalen wanneer ze wat gaan kijken. En de hoeveelheid content die nu de on-demand platformen en de video-on-demand platformen, à la Netflix en Amazon, et cetera, produceren. Ja, daar kun je als lokale speler bijna niet tegenop. Dus daar moeten we toch wel heel erg angstig voor zijn, ook als het gaat om je mediabesteding. En dan hebben we ook nog mobiel. Wat doen we ermee? Wanneer doen we het? Wanneer gebruiken mensen het? Is het überhaupt wel een advertentieplatform? We hebben daar allemaal de klassieke fout gemaakt in het begin. Iedere publisher ging banners verkopen op mobiele website. Nou, het bannertje op een normale website werd er niet veel op geklikt, maar op een mobiele website werd het nog minder. En we hadden dan ook weer de uitdaging dat zeker de Apple devices geen cookies toelaten. Dus er was ook niet zoveel te meten. En als je teruggaat in de presentatie, werden we nog schizofrener. Want nu werd ik op televisie gezien als een consument, op radio gezien als een consument, allemaal verschillende plekjes. Maar als ik thuis met mijn mobieltje zat, was ik weer anders dan op mijn laptop thuis. Erg ingewikkeld. Maar het belangrijkste van mobiel is dat mensen hem altijd bij zich hebben. En daar moet je in je campagne wel rekening mee houden. Zeker in de conversatie die je wil opzoeken. Vraag die er ook is, wordt er voldoende mobiel gedacht vanuit de merken? Nee, dat denk ik niet. Ik denk dat er heel erg veel device gedacht wordt vanuit merken. En heel weinig gedrag, minder gedrag gedacht wordt vanuit merken. Heel erg wordt gedacht vanuit wat kan er. Ik zie voorbeelden van mensen die vol trots hun locatie getargete campagne aan mij laten zien. En die hebben dan in een cirkel mensen bereikt op het pontje, op het ei. Ja. En dan kunnen ze verder niks. En die wilden ze dan naar de Subway brengen. Maar die Subway is aan de andere kant van de ei. Dus nee, ik denk dat bijna de klassieke fouten die we met internet maakten, en laten we eerlijk zijn, die hebben ze toen met tv ook gemaakt, en die is met print ook gemaakt, die hebben we gewoon in herhaling op mobiel weer gemaakt. Maar ik denk dat gedrag en interactiviteit, dat mobiel uniek maakt. De mens, hij is al teruggekomen, zij ook, heeft een stem, heeft macht, is publisher en merk in één, is op zoek naar zingeving. Vergeet, dat moeten merkdenkers niet vergeten. De tijd van dit is goed voor je, koop me, is echt voorbij. Merken moeten anders denken. En waarom is het belangrijk in digitaal denken? Dat zit in die interactiviteit. Als je gaat zenden, dit is goed voor je, koop me, dan gaan er mensen reageren en binnen een poep en een scheet is je merk gewoon gezien. Er zijn heel veel voorbeelden van merken die gesloopt worden. En mensen zitten meer op waarde. Wel naar het einde toe werken. Ja, dat gaan we ook doen. Want ik denk dat ik stiekem alles wel behandeld heb, jongens. Want ik heb namelijk wel, denk ik, een hele interessante vraag voor het publiek. Want we zitten hier in een training. Ja. Dit is dan typisch één waarvan we zeggen, oké, de verschuiving naar online. Nou, ik denk dat je fantastisch ons door het hele ontwikkeling van het digitale landschap hebt meegenomen en wat de focusgebieden zijn. Maar na vandaag is iemand nog niet klaar. Wat zijn jouw tips en adviezen? Hoe kunnen we, hoe kan de kijker van met name deze serie zeggen, waar moet je op focussen? Moet je wat meer specialistisch worden? Moet je wat meer generalist worden? En hoe kunnen zij zichzelf verder ontwikkelen naast de overige serie die nog 6 keer na deze komt? Maar wat zijn jouw tips? Juist om zich te ontwikkelen en in het vakgebied straks een plek te hebben. Nou, dat weet ik niet. Ik heb wel een tip, dat is zoek die verdieping even eerst bij jezelf als mens. En ga thuis zitten met een A4'tje of met je tablet of met je computer. Schrijf linksboven de S van sterk, dan de W van weak en dan de O van opportunity en dan van threat. En ga dan je eigen sterkte-zwakte-analyse insmaken van waar ben ik nou echt goed in? En waar gaat mijn hart sneller voor kloppen? Want
als je iets gaat doen waar je denkt dat je je nu in moet ontwikkelen, dan volg je sowieso je eigen gevoel en hart niet. En diezelfde Google-meeting waar we zaten, over 10 jaar heeft 60% van deze markt een beroep wat nu nog niet bestaat. Dus ik weet het niet. Ik weet alleen dat, en dat, ik hoop dat dat een beetje in dit verhaal landt, het is niet zoveel anders. Als je echt een merkdenker bent en op gedrag zit, ja, dan zou ik me ontwikkelen in gedragstechnologieën. Wat voor tools zijn er? Als je meer een marketeer bent, dan zou ik me gaan verdiepen in wat is nou marketing automation. Als je een creatieve maker bent, dan hoe werkt dat dan, die creatieve bannering? Wat is het bouwproces? Weet je? Maar ga eerst voor jezelf ontdekken, wat is nu mijn echte vak en mijn passie? En dan zou ik bijna zeggen, ga dan naar een van die reuzen en tik in op Google, want er is zoveel info. Of bel het IAB. Nou ja, of de VR, of de... Afhankelijk van welke discipline je kiest, ja. Inderdaad, hebben we daar mooie entries voor. Ik denk dat dit juist een prachtig advies is. Mag ik jou heel hartelijk bedanken. We hebben relatief weinig vragen, dus ik ga er een beetje uit concluderen dat het echt heel duidelijk was. Met een hele goede Q&A, of althans een hele goede Jip en Janneke vertaling. Ja, of ze vonden er niet aan. Dan laten we nog heel even de lijn open om te reageren. Dankjewel. Wij hopen jullie volgende week weer te zien. Ik krijg dingen al door als duidelijk erg bedankt. Dus ik denk dat jullie credits gewoon opnemen, Arno. Dank voor je tijd. Dank namens VEA, PMA, MWG, IAB. En ik denk ook een beetje dank namens je eigen collega's van Upgrade. We zien jullie heel graag volgende week. Zelfde tijdstip op het volgende onderwerp. Wat meer focus op offline. Dank jullie wel.